De tweede helft van de regeerperiode zal anders zijn. Dit liet president Chandrika Prasad Santokhi weten tijdens zijn werkbezoek in Ikeri afgelopen weekend. Hij merkte op dat er een goed team nodig is voor samenspel en om meer ontwikkeling te brengen in de komende tijd. Het staatshoofd kondigde veranderingen in de top van het team aan. We zijn al begonnen met ministers voor sociale zaken, maar er gaan nog meer volgen op basis van evaluatie. Die wedstrijd wordt gespeeld tot en met de laatste seconde. En je ziet, Robin Hood heeft in de blessuretijd gescoord ook. Ook in de blessuretijd hebben ze gescoord. Maar we gaan die reorganisatie ook moeten brengen op uitvoerend niveau. Zo gaat u merken, structurele wijziging daar bij het ministerie van GBB komende dagen. Zo heeft u al gemerkt bij sociale zaken, is het sociaal programma gelegd en valt onder het kabinet van de president. Santokhi benadrukte dat veel zaken zullen vallen onder het kabinet van de president, zoals dat nu al het geval is met het sociaal programma en het landelijk woningbouwprogramma. Hij geeft aan dat er nu nog meer resultaat te zien is. En we deliveren. Gaat dat ook gevolgen hebben voor het sociaal beleid naar alle districten, maar ook in het district Nikeri. De president riep de ambtenaren op om het beleid van de regering te ondersteunen, zodat er geen stagnaties meer plaatsvinden. Ook riep hij om in het nieuwjaar meer broederschap, eenheid en respect aan elkaar te tonen.